Hey, dit is Steven van wetenschapschool.nl. Hier een extra filmpje over de speciale relativiteitstheorie. Wat we vandaag gaan aantonen is dat als je bij een XT-diagram zoals we die kennen uit het hoofdstuk speciale relativiteitstheorie, als je hier één i'tje bij schrijft, dat dan eigenlijk daar de hele speciale relativiteitstheorie uit volgt. Nou, het enige wat je hiervoor moet weten om dit filmpje te kunnen volgen is dat je een beetje moet kunnen rekenen met die tijddilatatieformule en die lengtecontractieformule. Laten we beginnen. Ten eerste een begrip. Laten we beginnen met een begrip. En dat begrip noemen we de invariantie. We zeggen dat een grootheid invariant is als dit grootheid dezelfde waarde heeft. Laat ik dat even opschrijven. Dezelfde waarde heeft in alle stelsels. Dus voor alle waarnemers. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de massa. In welk systeem je ook de massa van een elektron bekijkt of zo, je zou dezelfde waarde vinden. Nou, dit begrip gaan we veel toepassen. Nou, om een beetje te wennen aan het rekenen met dit begrip of redeneren met het begrip, gaan we eerst even terug naar de wereld van Galileo. Dan gaan we kijken naar de zogenaamde Galileo-transformaties. En deze zullen goed te doen zijn, maar aan de hand daarvan gaat het dan lukken om naar de speciale relativiteitstheorie versie te kijken. Dus we gaan even naar de wereld van voor Einstein. En stel dat we even een beweging in twee stelsels gaan bekijken. Hoppakee, even een grafiekje. Dit is weer onze x-as. En dit is dan de tijdas van ons ene stelsel. En dan teken ik in deze grafiek, of in dit diagram, teken ik een tweede diagram van een voorwerp, van een stelsel dat aan het bewegen is. Zo. Het bewegende stelsel, daar gebruik ik een accentje voor. Dit is dan x-accent en dit is dan t-accent. Wat kunnen we hier ons ook alweer bij voorstellen? Nou, stel dat ik heb een... Stel, we hebben een deeltje wat stilstaat in het bewegende stelsel. Dan gaat dat op positie x-accent is 0. Dan zou dat ding bewegen langs deze tijdas zo. Stel dat ik een deeltje heb wat hier op x is 3 begint. Even 3 hokjes, laten we zeggen 3 meter bijvoorbeeld. Dan zou dat bijvoorbeeld zo bewegen. Dit zou dan het pad zijn van een deeltje dat stilstaat op x-accent is 3, bijvoorbeeld. Nou, een deeltje wat stil zou staan op normaal x is 3, die zou natuurlijk zo mee bewegen. Nou, ik hoop dat dit duidelijk is. Stel dat we nou een formule willen bouwen waarmee we de positie x in het ene stelsel om kunnen schrijven naar een positie x in een ander stelsel. Hoe zou dat er dan uitzien? Nou, dat doen we als volgt. Het blijkt te zijn dat x-accent, de positie in het bewegende stelsel, in dit geval gelijk is aan x min vt. Nou, dat gaan we natuurlijk even toelichten. Eerst even, waar komt deze vt vandaan? Nou, de v is hier even de snelheid van het bewegende stelsel. En terwijl dit voorwerp hier stilstaat in het x-accentstelsel, is hij natuurlijk voor het x-stelsel een stukje naar rechts verschoven. We zien in dit geval dat hij 4 hokjes naar rechts is verschoven. Nou, als we natuurlijk die afstand willen berekenen waarmee die verschoven is, dan is die afstand gelijk aan v keer t. En daar komt deze v keer t dus vandaan. Dus laten we even kijken of deze formule klopt. Nou, als we dan naar een later moment kijken, bijvoorbeeld als het deeltje hier staat, dan is dit deeltje voor in het x-accentstelsel staat hij nog steeds op dezelfde positie, op 3. Maar in het x-stelsel is hij al een stukje vt verschoven. Ja, dus deze x moet vt groter zijn dan deze x-accent. Als je die vt naar de andere kant had, kan je dat misschien nog beter zien. Als ik die x-accent pak en ik tel er vt mee op, dan kom ik op de x uit van de positie in de stilstaande stelsel. Oké, nou hopelijk kun je dat volgen. We zien hier dus een manier om te schrijven elke positie x in het diagram naar elke positie x-accent en andersom. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor de tijd. Dat is gelukkig een stuk simpeler in de Galileo-periode, want iedereen meet een tijdsduur hetzelfde voor de speciale relativiteitstheorie.
Nou, in dit geval zien we twee dingen. Als we even teruggaan naar het begrip invariantie, dat betekent dezelfde waarde in alle stelsels. X is niet invariant, omdat X dus anders is in elk stelsel. De positie is in het X-stelsel en het X-extensstelsel anders. Dat zien we duidelijk in deze formule. Voor T geldt iets anders. T is in dit geval wel invariant, omdat je telkens qua positie, qua tijdstip hetzelfde uitkomt in beide stelsels. Bijvoorbeeld als we naar dit puntje kijken, daar hoort een bepaalde tijd bij, t-accent. En daar hoort ook een bepaalde tijd bij, t. En die zijn gelijk, die zitten hier allemaal op dezelfde horizontale lijn. Nou, de volgende stap is dat we niet naar de positie x kijken en het tijdstip t, maar dat we even een verplaatsing delta x nemen en een tijdsduur delta t. Nou, laten we even beginnen met delta x in het bewegende stelsel. Dus dat is bijvoorbeeld de lengte van een stok die in dit stelsel ligt. Stel, ik leg hier een stok neer van 3 meter die van 0 tot 3 loopt of zoiets dergelijks. En die beweegt dan mee met het stilstaande stelsel. Zoals je hier ziet. Dus dit is telkens dezelfde stok, maar een stukje later. Dx is natuurlijk x eind min x begin in het bewegende stelsel, vandaar de accentjes. En die x eind en x begin ga ik met deze formule even omschrijven naar het stilstaande stelsel. Dan krijgen we hier x eind min vt eind. Dus ik heb nogmaals deze formule hier ingestopt. Dat kan ik ook voor die andere doen. Let dan even op dit minnetje hier. Dat wordt dan min x begin, dus weer deze formule. Min, maar we hebben hier een min en daar een min, dus dat wordt plus v keer t begin. Dus nogmaals, ik heb twee keer deze formule hier ingestopt en dan ben ik dus af van mijn accentjes. Omdat we van het accentstelsel naar het stelsel zonder accent zijn gegaan. Nou, dan zie ik hier wat prettigs. Ik zie hier twee termen die een beetje op elkaar lijken. Vt eind en vt begin. Nou ja, en wat geldt natuurlijk als we naar een stok kijken op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld neem dit tijdstip hier of zoiets dergelijks. Als we dan naar het begin van die stok kijken en het eind, dat is die x eind en x begin of x eind accent en x begin accent, dan kijk je naar die stok natuurlijk op hetzelfde tijdstip. Als je deze stok dus past, loopt de tijd hier overal gelijk. De linkerkant en de rechterkant van de stok bekijk je altijd op hetzelfde tijdstip. Dus dan zijn deze twee tijden hetzelfde, t begin en t eind. Die kun je dan in zijn geheel tegen elkaar wegstrepen. Dan hou je over x eind min x begin. En dat is dan gelijk aan delta x. En nu zien we dus dat delta x accent en delta x aan elkaar gelijk zijn. En dit is dus wel invariant. Dus ook al zijn de twee personen het niet eens over de positie van bijvoorbeeld een stokje van 3 meter, zijn ze het wel over eens hoe lang die stok is, in dit geval 3 meter. Dus het verschil tussen die x-eind en x-begin-positie. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor de tijd. Dat is dus hier t-eind-accent min t-begin-accent. Nou, dan passen we deze formule toe. Die is heel simpel. T-accent is gewoon gelijk aan t. Dus hier komen we weer veel makkelijker op een antwoord uit. T-eind min t-begin. En dat wordt dan dt. En dan vinden we hier, hier moest nog een accentje op, pardon. Dan vinden we hier delta t accent is ook delta t, dus ook dit is invariant. Beide waarnemers in het stilstaande en het bewegende stelsel zijn erover eens dat de tijdsduur en de verplaatsing gelijk is. Of de tijdsduur en de lengte van iets, moet ik zeggen, gelijk is. Nou, nu gaan we hetzelfde doen, maar dan in de relativiteitstheorie. Maar doordat je dit in een simpel geval al gezien hebt, zal het makkelijker te volgen zijn. Nou, dit is SRT, speciale relativiteitstheorie, even afgekort. Nou, in speciale relativiteitstheorie weten we al dat dx niet invariant is. De lengte van een voorwerp. Hoe weten we dat? Nou, we hebben lengtecontractie. Elke andere waarnemer ziet een andere lengte. En delta t is ook niet invariant, omdat we hebben tijddilatatie. Iets wat in het ene stelsel 1 seconde kan duren, kan in een ander stelsel voor een waarnemer misschien wel minder tijd of meer of minder tijd kosten. Oké,
Nou, toen was de vraag, tenminste dat vroeg Einstein zich af, is er misschien nog iets qua afstandachtig iets of tijdachtig iets wat nog wel invariant is? Dus wat is wel invariant? En uiteindelijk, na een hoop gepuzzel, bleek het te gaan om deze afstand ds. Die moeten we ook nog in het kwadraat doen. En ik zal zo laten zien waar dit kwadraatje vandaan komt. Maar dit bleek invariant te zijn. Nou, dit ziet er een beetje heftig uit, maar ik zal laten zien dat dit uiteindelijk gewoon van een beetje Pythagoras af te leiden is. Stel je even het volgende voor. Ik maak hier weer even een diagrammetje zo. Stel, we hebben hier weer de x. En stel, ik zet nu op deze as niet de ct zoals we in het normale hoofdstuk gewend zijn, maar ik zet de i er even bij. Nou, heel kort voor de mensen die niet weten wat de i is. I is gedefinieerd als de wortel van min 1. Nou, je hebt ooit geleerd dat je nooit de wortel van negatieve getallen moest doen. Nou, op een gegeven moment heeft iemand gezegd, oké, ik kan geen getal vinden als antwoord voor de wortel van min 1. Wat als we het nou gewoon i noemen? Nou, die i is op een gegeven moment een imaginair getal genoemd. En daar is men mee gaan rekenen. Nou, dat leek een beetje onzinnig. Waarom zou je rekenen met iets wat niet eens iets is, wat niet eens kan? Maar dat bleek uiteindelijk een hele wiskunde uit voort te komen. En toen, een eeuw nadat het werd uitgevonden, bleek het ook in de natuurkunde heel erg handig. En we zullen vandaag zien dat de hele relativiteitstheorie af te leiden is door dit ene i'tje daarvoor te schrijven. En, dat is wat ik nog niet verteld heb, aan te nemen dat elke afstand in dit diagram, elke lengtestukje, invariant is voor alle waarnemers. Dat zijn eigenlijk de enige twee dingen die je nodig hebt en dan volgt alles eruit. Nou, stel ik heb hier een lijnstukje, je kan nog een lijn naar keuze trekken, een recht lijntje tenminste. Zo. En dat lijntje noem ik even ds. Nou, dan kan ik de lengte van dat lijntje vinden met Pythagoras. Dan maak ik even een driehoekje hier. Zo. Dit is dan de dx. En dit is dan de c keer delta t met dat i'tje erbij. Yes. Nou, als ik dan hier Pythagoras op ga doen, op ga toepassen, dan vind ik precies die formule hier. Dat wordt dan ds kwadraat, dat is de schuine zijde in het kwadraat. Dat is natuurlijk a kwadraat plus b kwadraat. A kwadraat is dx kwadraat. En dan deze zijde in het kwadraat levert i kwadraat, c kwadraat, delta t kwadraat. Nou, dan gaan we weer even terug naar dit. Wat is i kwadraat nou? Als ik hier i kwadraat neem, dan komt daar wel een normaal getal uit. Want als ik de wortel van min 1 in het kwadraat doe, dan krijg ik gewoon min 1. Dus we kunnen hier een minnetje opschrijven. En dit minnetje zorgt eigenlijk voor alle ongein, alle gekke speciaal relativistische effecten. Dus tijddilatatie, lengte, contractie en later als je nog verder gaat in het normale hoofdstuk nog veel gekkere fenomenen. Als hier een plusje had gestaan, dan had er niks geks gebeurd en dan hadden we gewoon in Galileo's normale wereld gebleven. Maar door dit i'tje neer te zetten, krijg je met i kwadraat hier dat minnetje. Dus eigenlijk een Pythagoras waar je niet a kwadraat plus b kwadraat hebt, maar a kwadraat min b kwadraat. Dat is een soort van hele gekke wereld krijg je dan. Maar als je aanneemt dat dit ding invariant is, dan zullen we zo zien dat daar echt een hele speciale relativiteitstheorie uit volgt. Nou, Einstein had op een gegeven moment aangetoond dat dat lijnstukje ds, de lengte daarvan, dat invariant is. Nou, ik kan natuurlijk hier schrijven ds is de wortel van dx kwadraat min, die i is al weg, c kwadraat delta t kwadraat. Maar omdat ik die wortel een beetje veel tekenen vind, blijf ik eventjes bij die ds kwadraat. Dus ik haal die kwadraat gewoon bij de ds. Ds is invariant, dan is ds kwadraat dus ook invariant. Dus daar ga ik gewoon even mee verder. En dat die invariant is, betekent dat die in elk stelsel gelijk is. Dus ds volgens het stilstaande stelsel en ds accent in het bewegende stelsel moet hetzelfde antwoord opleveren. Nou, dat is wat hier staat door dat isje daartussen te schrijven. Nou, laten we dat eens gaan uitschrijven dan. Want we hebben nu een uitspraak voor die ds kwadraat, dat is dit. Dus de linkerkant van deze vergelijking wordt dan dx kwadraat min c kwadraat dt kwadraat. En aan deze kant krijgen we dx accent
kwadraat min c kwadraat dt kwadraat. Nou, voor het gemak ga ik nu even de volgende move maken. Ik maak even een, ik kies even een lijnstukje die hier op x is 0, t is 0 begint. En in mijn bewegende stelsel zorg ik ook dat die daar begint. Het voordeel daarvan is dat de berekening iets simpeler wordt. Want in dat geval is x begin en ook x accent begin en t begin en t accent begin allemaal 0. En dan hou ik alleen de eindwaardes over. Nou, omdat we nu begin niet meer hebben, kan ik die eindwaardes gewoon x noemen. Eigenlijk moet ik dat dus x eind noemen allemaal, maar ik noem dit gewoon even x kwadraat. Eigenlijk x eind kwadraat min c kwadraat t kwadraat. Normaal hier eigenlijk ook een eindje achter. En dan wordt dit x accent min c kwadraat t kwadraat accent. Nou, om te bewijzen dat dit ding invariant is, want ik heb alleen maar gezegd het is invariant, maar dat moeten we nog aantonen, gaan we deze vergelijking oplossen. Nou, dat ga ik op de volgende manier doen. Ik ga het antwoord van deze oplossing eerst even geven. Dan gaan we hem daarin stoppen en dan gaan we zien dat het daadwerkelijk een kloppend resultaat is. Dit blijkt de oplossing te zijn voor x accent. Dat is gamma, jullie wel bekend, 1 gedeeld de wortel van 1 min v kwadraat kwadraat c kwadraat staat. En dan hier x min vt, dit lijkt een beetje op het Galileo dingetje. En het t-accent is gelijk aan gamma t min v gedeeld door c kwadraat x. En dan haakje sluiten. Dit worden de zogenaamde Lorentz-transformaties genoemd. En dat is dus de relativistische variant van die Galileo-transformaties die we eerder hebben gezien. Dus dit zijn die Galileo-transformaties. Dat is nog zonder al die tijddilatatie-effecten. En dit is de versie in de relativiteitstheorie. Nou, waar kwamen deze formules nou opeens vandaan? Die lijken nu heel erg uit de lucht te vallen. Nou, die zijn dus oplossing, blijkt, van deze formule. Dus van die ds kwadraat is ds accent kwadraat. En dat gaan we even aantonen door die x-accent hierin te stoppen en die t-accent daarin te stoppen. Dan vinden we x kwadraat min c kwadraat t kwadraat, dat is gewoon de linkerkant hier, is gelijk aan, nou, dan vul ik eerst deze even in, dat is gamma x min vt min c kwadraat, en dan vul ik hier die t-accent kwadraat in, dat is deze formule, en dat wordt dan gamma, maar ik mis hier nog de kwadraatjes, bedenk ik. Dat wordt dan gamma kwadraat en dan dit hele ding in het kwadraat. Zo. Nou, nu kan ik haakjes allemaal gaan uitwerken. Dus die linkerkant die laat ik hier staan. Ik ga dit buiten haakjes halen. Dan krijg ik hier x kwadraat plus v kwadraat t kwadraat. Krijg ik nog min xvt en dat twee keer. Als dit wat te snel gaat, moet je het even met de hand uitschrijven. Maar als het goed is, heb je al honderden keren bij wiskunde dit zo'n soort dingetje bij de haakjes gehaald. Min c kwadraat gamma kwadraat. En dan dit ding nog even bij de haakjes halen. Dat wordt t kwadraat plus v kwadraat gedeeld door c tot de vierde. Iets netter opschrijven zo. X kwadraat. Dus dat is die keer die. Plus die keer die. En dan nog die kruistermen hier. Min 2tv gedeeld door c kwadraat x. En dan hier haakje sluiten. Nou, dit kunnen we weer simpeler gaan opschrijven. Eerst gaan we die c kwadraat hier even instoppen. Dus dit blijft hetzelfde. Dat zal ik snel even overschrijven. Zo. En dit wordt dan een min gamma kwadraat. C kwadraat t kwadraat, als ik die c kwadraat erin gooi, hier valt een c kwadraatje weg, dus dat wordt v kwadraat gedeeld door c kwadraat, x kwadraat, en dan hier valt deze c kwadraat ook weg, dus dit wordt 2t vx. Nou, dan de volgende stap is dat ik alles even voor die gamma gooi hier. Als ik deze haakjes samen ga voegen namelijk, dan vind ik hier, laat ik het even een ander kleurtje doen, vind ik hier een min 2xvt en met dit minnetje erbij vind ik dan hier plus t
tvx. Dus die twee termen vallen dan tegen elkaar weg. Nou, dat scheelt alweer. En dan hou ik hier over x kwadraat plus v kwadraat t kwadraat min c kwadraat t kwadraat min v kwadraat gedeeld door c kwadraat x kwadraat. Haakjes sluiten. Dus nu wordt het wel iets netter dan al. Nou, dan moeten we nu dat gammaatje even verder uitschrijven. Dat is gamma in het kwadraat. Dus die wortel in die gamma die valt weg. En dan wordt dit x kwadraat plus v kwadraat t kwadraat min c kwadraat t kwadraat min v kwadraat gedeeld door c kwadraat x kwadraat. Gedeeld door 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. En eigenlijk hoort hier de wortel in bij die gamma, maar die valt dus weg door dat kwadraatje hier. Nou, de volgende stap is dat ik deze breuk even ga wegwerken. Dus dan schrijf ik hier de linkerkant, die onveranderd is gebleven, nog even op. En deze waarde hier ga ik naar de andere kant gooien. Dan wordt dit x kwadraat min c kwadraat t kwadraat tussen haakjes keer 1 min v kwadraat gedeeld door c kwadraat. En aan de andere kant hou ik dan over dit hele ding daarboven. X kwadraat plus v kwadraat t kwadraat min c kwadraat t kwadraat min v kwadraat gedeeld door c kwadraat x kwadraat. Oké, nou nu zijn we er bijna. Ik ga dit buiten haakjes halen. Dan vinden we x kwadraat, dat is deze. Dan vind ik hier, als we deze nog even met elkaar vermenigvuldigen, min v kwadraat gedeeld door c kwadraat x kwadraat. Dan deze wordt min c kwadraat t kwadraat. En deze wordt plus door de twee minnetjes. Die c kwadraat en c kwadraat die vallen dan tegen elkaar weg. En dan wordt dat v kwadraat t kwadraat. Nou, en hier schrijf ik hem toch voor de volledigheid nog eventjes uit. Nou, en dan gaan we wat moois zien nu. Wat blijkt nou? X kwadraat valt weg tegen x kwadraat. Vt valt weg tegen vt. Ct valt weg tegen ct. En dit hele ding, v kwadraat gedeeld door c kwadraat keer x kwadraat met een minnetje ervoor, valt ook tegen elkaar weg. En dan zien we dus 0 is 0, oftewel we hebben een kloppende vergelijking. Nou, dit was een heel gedoe. Wat hebben we hier nou mee aangetoond? We hebben hiermee aangetoond dat dit de juiste transformaties zijn, of de juiste oplossingen, zo kan je het ook zien, voor x en x-accent. Als we willen dat die ds en ds-accent hetzelfde zijn. Dus als deze invariant is, dan is de enige oplossing deze oplossing hier. Dat noemen we de Lorentz-transformaties. Nou, de laatste stap is dat we even van die Lorentz-transformaties gaan naar iets wat we kennen. Want binnen een paar stappen kunnen we namelijk van die Lorentz-transformaties tot de formule voor de tijddilatatie en de lengtecontractie komen. En dan hebben we dus alleen met die invariantie van dit lijnstukje ds, of dit lijnstukje ds, dat geldt voor alle lijnstukjes, en dat extra i'tje, hebben we dus tijddilatatie en lengtecontractie afgeleid. Nou, laten we dat nog even doen. Dan ga ik hier nog even die Lorentz-transformatieformules opschrijven. X-accent is gamma x min vt. En t-accent is gamma t min v gedeeld door c kwadraat x. Nou, dan hebben we ook nog twee andere oplossingen. Die zou je ook in die bovenste vergelijking kunnen invullen. En dan krijg je ook het correcte resultaat. Een soort van het omgekeerde daarvan. Dat is dat we van de x-accent juist naar de x overstappen in plaats van andersom. Die werken ook. T-accent plus v gedeeld door c kwadraat met een x'je erbij. Oké, nou nu gaan we dat toepassen. Stel, we hebben weer twee stelsels. We hebben het stilstaande stelsel hier, met dan hier de x en hier de ct, met eigenlijk dat i'tje er nog voor. Waarom niet? Zetten we er gewoon alvast bij. En dan hebben we een bewegend stelsel. Ik ga dat even niet tekenen met de juiste hoeken van de assen. Ik noem het gewoon even het bewegende stelsel. Heel simpel zo. Hier x-accent en hier cti-accent. En dan zetten we in het bewegende stelsel een klok neer, bijvoorbeeld hier. En die beweegt dus mee met het schip of het bewegende stelsel, hoe je het ook wil noemen. Nou, laten we bijvoorbeeld even kijken vanuit het stilstaande stelsel hoe lang het duurt voordat die wijzer een paar keer omslaat. Nou, die tijdsduur
waarin dat gebeurt, noemen we delta t. Gezien dus vanaf nu het stilstaande stelsel. Nou, dat kunnen we zoals altijd schrijven als t eind min t begin. Nou, dan kunnen we deze formules daarop toepassen. T eind zien we, of de t zien we hier, dat is deze waarde. Dus dit kunnen we nu even uitgeschrijven. Dat is gamma t accent plus v gedeeld door c kwadraat x. Met hier hoort ook nog een accentje boven. En dat is min gamma en dan nog een keer de t, maar dan voor de beginsituatie. Min v gedeeld door c kwadraat x. Het enige wat er nog rest is nog even die eindwaardes en die beginwaardes bij de x en de t'tjes te schrijven. Nou, omdat die klok zich gewoon op één positie bevindt, is die x begin en x eind is gewoon hetzelfde. De klok staat gewoon op één locatie, dus x begin en x eind is gewoon hetzelfde. Moet ik wel met een accentje erbij zetten. Dat is in het bewegende stelsel. Krijg ik dan dat ik die begin- en eindnotatie hier weg kan halen. En dan valt dit met het plusje weg tegen dit met het minnetje daar. En wat we dan overhouden is gamma. En dan hier t eindaccent min t beginaccent. Dus dat wordt dan delta t accent. En hier vinden we een formule die wel bekend is. Namelijk delta t is gamma delta t accent. Nou, dan moeten we even kijken welk van die twee de eigen tijd is. Onze klok staat nu in het bewegende stelsel. Dus dan is deze tijd gemeten in het eigen stelsel. En dan krijgen we de formule terug zoals je herkent uit het hoofdstuk. T eigen keer gamma is t. Nou, hetzelfde kunnen we doen voor de lengtecontractie. Ook die volgt uit die formules. Dan ga ik weer eventjes die twee stelsels tekenen. Een x'je, een ict'tje. En dan hier een x-accentje en een ict-accentje. Dit stelsel is weer aan het bewegen met snelheid v. En dan pak ik hier even een stok die loopt van x begin naar x eind. En dan ga ik even delta x uitrekenen, de lengte van die stok. En dat ga ik even doen in het bewegende stelsel in dit geval. Dat is dan x eind accent min x begin accent. Dan ga ik deze formule daar invullen. Dat is dus gamma. En dat is, even kijken, ik moet deze hebben om precies te stemmen. Want ik heb nu x accent hier staan. Dus dat wordt x min vt. En dan heb ik hier de x aan het begin. Maar wel met dat minnetje erbij. Dus dan wordt het hier min x plus vt. Die plus omdat we dit minnetje hebben en het minnetje daar. Nou, dan moet ik weer de beginnen en de einde erbij schrijven. Dus dit is eind, eind en dit is begin, begin. Nou, ook hier kunnen we ergens van uitgaan. Het is namelijk, die stok heeft nu een linkerkant en rechterkant. Dus wel een x begin en een x eind. Ik moet accentjes op trouwens. Maar we meten die x begin en x eind wel op hetzelfde moment. Dus in dit geval is die t begin en t eind is gewoon hetzelfde. Nou, als we dat gaan invullen, dan kunnen we in dit geval deze eind en begin weghalen en dan valt die vt tegen deze vt weg. En wat ik dan hou is het volgende. Er komt hier dan te staan gamma x eind min x begin. Dus dat is gamma delta x. En dan vinden we dus de formule. Delta x accent is gamma delta x. En dit is de lengtecontractieformule. Moeten we weer even kijken wat de eigen tijd of de eigen lengte is eigenlijk. Deze stok lag in het bewegende stelsel. Dus de accent is dan de eigen. Dus dan vinden we hier, nou ja, zoals we het in het hoofdstuk opschrijven, L eigen is gamma keer L. Nou, dit is even een heftige afleiding geweest. Heftig als je dit allemaal voor het eerst ziet. Maar laten we nog even samenvatten wat we geconcludeerd hebben. We hadden gezegd dat delta x en delta t niet invariant zijn in de relativiteitstheorie. Dat klopt ook, want elke waarnemer ziet een andere waarde voor delta x en delta t. Dat is wat lengtecontractie en tijddilatatie is. Toen had Einstein
gezocht naar een waarde die wel invariant is. Want ja, dat is misschien handig om mee te rekenen. Dat is iets waar alle waarnemers het over eens zijn. Dat willen we graag hebben. Nou, het bleek deze lengte ds te zijn. En ds is gewoon een lijnstukje in de grafiek met hier de x. En hier niet ct, maar ict. Nou, als we de lengte van dit lijnstukje willen weten, dan moet dat met Pythagoras. Dan is deze zijde delta x. Dus dat wordt delta x kwadraat. Dat is de a kwadraat in Pythagoras. En dit wordt dan i kwadraat c kwadraat delta t kwadraat. Dat staat hier. We hadden gezien dat i kwadraat min 1 was. Dus dan krijgen we hier dat minnetje. Nou, als we aannemen dat die ds inderdaad invariant is, dan moeten we dus vinden dat ds kwadraat in het stilstaande stelsel en ds kwadraat in het bewegende stelsel gelijk is. En let even op hoe bijzonder dat is. Dat is voor dx zeker niet het geval, want die is in elk stelsel anders. Voor dt ook niet. Maar die ds, zo is de claim, die is wel gelijk. Nou, dat hebben we aangetoond. Hoe hebben we dat laten zien? Nou, als we voor die ds deze waarde hier invullen, x kwadraat min c kwadraat delta t kwadraat, dan krijgen we deze vergelijking hier. En het blijkt dat we die kunnen oplossen met dit resultaat. Dus dit is de oplossing van deze vergelijking om ervoor te zorgen dat die vergelijking goed uitkomt. Nou, we hebben die oplossing hierin gestopt en wat bleek nou na dit hele lange gebeuren? Dat dan uiteindelijk links en rechts inderdaad gelijk is en dat we dus hebben gevonden dat dit inderdaad een goede oplossing is. Nou, die oplossing worden de Lorentz-transformaties genoemd en dat is dus precies hoe je van x naar x-accent gaat en t naar t-accent in de relativiteitstheorie. Nou, toen hebben we in twee situaties laten zien. Hier hebben we een stilstaande klok in het bewegend stelsel. Hier hebben we een stilstaande stok in het bewegende stelsel. En als je dan die Lorentz-transformaties invult hier, dat hebben we hier gedaan, dan volgt daar gewoon de tijddilatatieformule uit. En als we hier de lengtecontractie invullen, of de delta x invullen, dan volgt die lengtecontractie eruit. Oftewel, we hebben nu die formules die aangeven hoe lengte en tijd veranderen. En die hebben direct gevolgd uit de oplossing van deze vergelijking. En deze vergelijking kwam weer uit die invariantie. Dus letterlijk heel speciale relativiteitstheorie rolt uit het toevoegen van dit i'tje en aan te nemen dat elke lengte in dit diagram invariant is. Hetzelfde voor alle waarnemers. Goed, ik hoop dat je dit interessant vond. En dat je een beetje onder de indruk bent van hoe mysterieus ons universum in elkaar zit. Goed, tot ziens.